supporters, ook van de Graafschap. Het spijt me zo verschrikkelijk, want ik had graag zo'n interviewtje gemaakt voor jullie en ik had graag het een en ander nog over de Graafschap gezegd. Maar dat ga ik helaas, helaas de komende tijd niet doen. En waarom niet? Luister eens even goed. In dit geval is het zo. De liefde komt blijkbaar maar van één kant. Harry, vooropgesteld. Ik denk dat je een punt hebt. Er staat bij ons op het stadion staat transparantie open en eerlijk. Maar misschien, ook al was het een mailtje wat niet echt Achterhoeks was, met een paar woorden die ik ook niet ken, die zoek ik even op het woordenboek. Misschien, Harry, zou het kunnen dat het eventjes te veel was. Dat al die media die op de stoep stonden netjes te woord werden gestaan. Net als dat jij altijd netjes te woord zult worden gestaan. Zeker na deze opmerking, want geloof maar dat die aankomt. Maar Harry, als jij echt van deze club houdt. Ik ben trouwens Sjoerd, ik zit namens de supporters in de Raad van Commissarissen. Voor wat dat waard is, hè. Maar als je echt van die club houdt, dan ben je gevallen op het feit dat het van binnen de mooiste club is die er bestaat. Aan de buitenkant zo rauw als een gehaktbal. Maar dat wij nou eenmaal bestaan van het maken van kleine foutjes. En dit is een klein foutje. Maar laten we daar de liefde niet door eindigen, Harry. Dat bestaat toch niet door één mailtje, één afspraak, één dingetje, waardoor jij meteen de liefde opzegt. Harry, als Graafschapsupporters dat zouden doen, dan zouden niet eens een Graafschapsupporter bestaan. Als wij onze spelers zouden laten vallen naar ieder mislukt hakje, of een kopbal of een schot die het centrum van Doetinchem invliegt in plaats van in de touwen, dan houdt er toch helemaal niemand meer van deze club. Zou jij alsjeblieft je excuus aan willen bieden online? Doe het dan in een filmpje en zeg dat je snapt dat het te druk is nu. We zitten op de dag voor de rechtszaak en we gaan ze aanpakken als nooit tevoren. Rest mij nog wel even om mijn excuses aan te bieden. Dat zijn natuurlijk collega's die inmiddels 20 uur per dag bezig zijn met deze club om te redden wat er te redden valt. Om te zorgen dat we ze daar bij de KNVB duidelijk maken dat voetbal van de mensen is. En dat je gewoon zegt dat als je een spelletje stopt, dat dan de eindstand geldt. En dat je dan zorgt dat iedereen een beetje in deze klote tijd bevoordeeld wordt. En dat iedere opmerking die dan komt van iemand waar wij ook van houden in de Achterhoek, van onze eigen Harry. En ook al zit je ver weg, maar je bent altijd welkom, zelfs na deze tirade waar je natuurlijk een punt had. Kom gewoon weer langs. Zet de deur weer open. Wij houden nog steeds van jou. En stuur mij even een berichtje. Want na aflopen van die zaak is er echt iemand bij deze club die jou weer meteen te woord staat. Zand erover op dat strand waar je stond. Hou weer van de club. Wij houden nog wel van jou. Je kunt liefde niet eenzijdig opzeggen. Dat bestaat niet. Tot snel, Harry. Dan mag je ook gewoon weer het veld op om je mooie filmpjes te maken. De Graafschap is een club van de gewone mensen. En die maken af en toe ook wel eens een raar mailtje. Joh, zand erover, man. Tot snel. Ja, tegen zoveel aardigheid uit Doetinchem, ja, daar kan ik natuurlijk ook niet tegenop. Het mooie woorden, Sjoerd, dank je wel. En natuurlijk hou ik ook nog altijd van de Graafschap. En ja, inderdaad, wat je zegt. Laten we er niet te lang bij stilstaan. Ik hou de deur inderdaad open. En ik gooi er ook, net als jij, vroep, zand overheen. Tot snel.